doet voor theater. Dat kan ik op twee vlakken vertellen. Ten eerste, dat is het onzichtbare, zo noem ik het namelijk. Het theater is een vriendenclub. Dus wij zijn vrienden bij elkaar. Wij trekken ook samen op. Maar dat zijn ook momenten dat we elkaar kennis en ervaring delen. Dat is zeer van belang. Het is een seminar geweest vandaag. Dat doen we eens per jaar van deze omvang. Alleen binnen doen we dat om de twee maanden. Wij zijn een social enterprise, waarbij we de maatschappelijke impact van bedrijven willen versterken. Een paar keer per jaar organiseren wij debatbijeenkomsten met studenten. Er wordt volop gediscussieerd over do's en don'ts van ondernemerschap. Hier valt het mij op dat de animo voor ondernemerschap onder de Nederlands-Turkse jongeren groot is. Onze boodschap richting studenten is: wees trots op wie je bent en wat je doet. Geloof in jezelf en maak dromen waar. Dit is mooi om te zien. Motiveren en enthousiast maken van jongeren. Dat doen wij door middel van onder het mom van Hotiat Meet Students. Dus wij gaan naar universiteiten. Een aantal Hotiat-leden aan het paneel. Ze vertellen hun verhalen. Dat zijn dus in de ogen van studenten succesverhalen. Dat werkt. Wij zien wel dat de mensen daardoor enthousiast raken. Het is ook nodig dat steeds meer jongeren zich inzetten voor het ondernemerschap. Omdat alles wat je aan welvaart hebt in de samenleving, wat je hebt aan werkgelegenheid in de samenleving, dat vindt toch zijn oorsprong in dat ondernemerschap. Al die innovatieve starters op dit moment in Nederland, die zorgen al voor meer dan de helft van de banengroei die er op dit moment is. Meer dan de helft van de banengroei die van de innovatieve starters afkomstig is. En ik ben dan ook erg blij met het initiatief van Hotiat om jongeren te stimuleren ondernemer te worden. Wij denken over onderwerpen die dus van belang zijn, waar we dus wat verdieping in moeten hebben. Als dat bepaald is, dan zoeken we naar een expert die dat ons kan vertellen. Want jullie zijn zo bescheiden. En bescheidenheid siert de mens, zeg maar wel eens in het Nederlands. Maar op een gegeven moment moet je wel op je borst slaan. Want als jullie de enigen zijn die durven te investeren in tijden van crisis, dan kan ook de autochtone Nederlander heel veel van jullie leren. Dus neem die mensen mee. Laten we nu omgekeerd gaan integreren. Jullie zijn nu geïntegreerd in hun maatschappij. Laten zij nu in de Turkse maatschappij integreren, zodat heel Nederland succesvol wordt. Wat Hotiat ook doet, awards uitreiken. Mensen die dus succes geboekt hebben op bepaalde terreinen, dat ze dus beloond worden, dat ze dus bekend worden gemaakt, dat ze dus vereerd worden. En maatschappij, hopen we dan, wordt ook daardoor gemotiveerd. Hotiat stelt zich open voor ideeën, projecten. Die komen binnen, die wordt door een commissie in handen genomen, wat dus kansrijk bevonden wordt. Dat wordt door ons allemaal besproken, gegadigden die zeggen: nou, ik zie daar brood in, of een ander, het is mijn werkterrein. Dus dat soort projecten die kans van een leven hebben, die willen we graag op die manier ondersteunen.